Thijs, zin in het seizoen? Altijd. Een nieuw seizoen is altijd leuk. En, bij een nieuwe club. Anders kom je anders binnen, maar heel veel zin in. Ja, lang getwijfeld of helemaal niet toen Quickboys je vroeg? Lang getwijfeld. Ik kwam, moment dat ik werd gevraagd, was ik geblesseerd. Ik had een beetje een lastige periode. Hoe je dat toch Quickboys interesse heeft. Nou, het is toch mooi dat ondanks je blessure dat ze je toch willen hebben. Dat heb je gelijk van ja, een goed gevoel erbij. Dus eigenlijk wist ik het al heel gauw. Toen werd Ronnie ook nog eens een keer gevraagd. Heeft dat ook nog meegespeeld? Ja, we hoorden het van elkaar en toen dachten we van ja, als we het doen, doen we het dan wel samen. Dat hebben we dan ook gedaan. Ik zie heel veel tattoos op je arm. Waar staat dat allemaal voor? Links staat verspil geen verse tranen en oud verdriet. Dat heeft met mijn verleden te maken. Ver niet op in te gaan, denk ik. En rechts twee betekenissen. Eentje voor mijn opa en de andere ook iets voor mezelf. Dus heeft zeker betekenissen. Ben jij een gevoelige jongen? Gevoelig? Gevoel voor humor, maar meestal ook het gevoel voor mezelf. Emoties deel ik liever niet met anderen, denk ik. Nee. Toen ik jou 2 jaar geleden met de leden zag, dacht ik, wat een sterke spits, zeg. Heb je dat vaker gehoord? Dat hoor je wel, ja. Dat is misschien wel kenmerkend voor mijn spel. De een noemt het wild, de ander noemt het sterk. Ikzelf ga altijd gewoon 100% voor. En dat laat ik ook zien in de wedstrijd. En als de een het sterk wilt noemen, vind ik het prima. Dus met je blessure eigenlijk, in ieder geval, voel je er nog wat van? Nee, gaat goed. Hier zijn ze heel voorzichtig met me. Ik heb dan ook nog niet langer dan 45 minuten gespeeld. Zelf wil ik heel graag. Maar ik begrijp dat als ik toch een half jaar eruit ben, dat ze het willen opbouwen. Dan moet ik maar mee leven en voorlopig gaat het goed. Dus ik geef de trainer groot gelijk. De club, bevalt het tot nu toe na 3 weken? Ja, zeker. Ik kom hier altijd met een glimlach. Leuke jongens, leuke groep. En, de meeste ken ik ook. Eerder van het voetbal komen bij mij uit de buurt. Dus het zit wel goed. Een hele leuke groep. Ga je spelen vandaag? Ja, als het goed is gaat iedereen spelen volgens mij. Ikzelf tweede helft. Succes vandaag en dit seizoen. Dankjewel. Jullie ook.